Moment van de week? Ja. De wedstrijd PEC Utrecht. Sensationele wedstrijd, vond ik het. Ja, wat was jouw moment in die wedstrijd? Nou, er gebeurde zoveel, maar ik vond toch wel de paas van Namli bij de 1-1 fantastisch om te zien. Nou, er gebeurde heel veel. Die steekbal op 4-3. Ja, dat was mooi. Mijn moment van de week. Dan kom ik toch uit bij de gemiste penalty van Asaidi. Toen hij in de ploeg kwam, toen gebeurde er toch iets merkwaardigs in dat elftal. Want opeens zag je eigenlijk dat de grote patron in het veld kwam. Opeens ging iedereen heel geforceerd de ballen naar hem spelen. Dus hij ging zich ook heel erg forceren. Dus ik denk toch dat ze bij Twente... Asaidi is op papier je beste voetballer. Maar soms werd er niet beter op. Het werd er niet beter op. En je moet ook oppassen dat je beste voetballer je ploeg niet zwakker gaat maken. Heracles verloor bij ADO Den Haag. Nee, ik heb die wedstrijd gezien op televisie. En op het moment dat ik wakker bleef, toen waren ze aan het verdedigen. Ze hebben eigenlijk aanvallend één balletje van Kouas. Hè. Dat is wel een 100% kans. Maar voor de rest hebben ze helemaal niks afgedwongen. Kijk, voor de goed gemeente is het misschien wel vreemd dat Pedersen een keer op de bank zit. Maar dat vind ik wel een keer logisch. Hoor. Die was echt heel slecht. Dit jaar ook de aanvoerdersband gekregen. Bij Groningen was hij nog aanvoerder. Gisteren was Kouas aanvoerder. Ja. En dat is ook wel heel merkwaardig. Kijk, een trainer probeert daarmee. Zijn beste spelers probeert hij te prikkelen dat Kouas en Pedersen die ploeg eindelijk een keer op sleeptouw gaan nemen. Maar dat gaan ze niet voor je doen. Omdat namelijk bij Heracles is het probleem dat je twee beste spelers, want dat zijn ze, mentaal je zwakste spelers zijn. Dus die gaan dat niet voor je doen, ook al geef je ze de band. PEC Zwolle tegen Utrecht, wat een wedstrijd zeg. Toen je voor de 10e keer zag in de samenvatting, bleef het spannend. Wel of geen penalty? Ik ben er nog niet uit. En het werd mede een leuke wedstrijd doordat Kuipers heel veel toeliet. En je zegt de laatste half uur was leuk, maar eigenlijk was die hele wedstrijd spannend. Vanaf de eerste seconde, die poging van Kleiber op de kruising. Utrecht begon echt voortvarend. Daarna was Zwolle het even helemaal kwijt. Maar ze herpakken zich dan toch. En dat is dan toch wel de winst ten opzichte van de eerste seizoen zelf. Ik zie Johnny nu trouwens bij. Ook Praper gaat maar zitten zo'n beetje. En die moet zich toch gisteren... Die moet door de grond zijn gegaan. Van woede heeft denk ik alles kort en klein geslagen. Maar even, is Tam tactisch sterker dan Van het Schip? Want dat was eigenlijk de vraag. Ja, dat kan ik niet beoordelen op basis van die wedstrijd. Dan ben je al snel hoor. Ja. Nou, kijk, maar ik wil Stam ook een keer zien na 3 nederlagen. Want gisteren hebben ze natuurlijk heel veel geluk gehad. En het zit gewoon nu eventjes mee. De koploper FC Twente. Onze Marino Pušić raakte emotioneel na een vraag van Carrie. En over een fragment was het geloof ik van de degradatie van FC Twente tijdens de slotwedstrijd tegen Vitesse. Nog steeds pijnlijk. Ja, ik zie het aan je. Raak ik ook lichtelijk emotioneel van. Wow. Ja, dat is de Kroaat in je. Ja. Goed, hij loopt helemaal weg. Is het echt? Is het echt wat Pušić? Als het echt is, heb ik er geen moeite mee. Hij speelt het niet, maar... Ik denk wel, als een trainer nu nog daar zo last van heeft, dan vraag ik me af van, ben je wel stressbestendig op dit niveau om te werken? Op een gegeven moment ging het er ook over dat het een zegen is voor Twente, dat die man daar nog aan het werk is en dat hij naar aanleiding van een brief van de supporters trainer is geworden. Uiteindelijk is het wel zo dat Pušić dankbaar moet zijn dat hij trainer is bij Twente en andersom. Ik vind het in ieder geval zwaar overtrokken. Ja. En, ik was 13 jaar toen Twente, degradeerde. Toen had ik heel veel emotie. Zat ik huilend in het stadion in Diekman. Maar kom op zeg, een half jaar later en je staat nu bovenaan. Laat het daarover gaan. Hij heeft echt niet bij Twente getekend omdat hij een brief kreeg van de supporter. Kom op zeg. Ik kreeg net een berichtje op Twitter van de supporter die zei van ik ben heel vaak huilen bij de wedstrijd en van Pušić weggelopen. Ja. Dat krijg je dan, hè? Kouwet verloor van Eindhoven met 1-0. Eerste helft was heel slecht. Tweede helft hebben ze zich enigszins herpakt. En op dat moment dat je denkt van ze gaan hem over de streep trekken, krijgen ze een counter om de oren omdat dat Bliek probeert op te bouwen waar hij hem gewoon diep moet gooien. Ja, jij was toch de man die tegen Gino Bos was, toch? Of niet? Blik moest erin. Vrijdagavond stond hij naast mij in de catacombe daar. En toen zei hij van, als Blik de fout maar niet heeft gemaakt. Ja. Wie speelt die bal in, heb je dat gezien? Blik heeft de fout gemaakt. Dus ik trek een boetekleed aan. Baksel. Ja, uiteindelijk is het wel het verhaal dat Go Ahead gewoon niet scoort. Want na 30 seconden hadden ze al op voorsprong moeten komen. Is dat misschien, hadden ze bij Go Ahead gewoon niet moeten proberen om een spits erbij te halen? Ja, ze hebben geen centen, hè? Lastig te bespelen. Dus voorlopig gewoon helemaal af. Maar goed, John Stegeman heeft het hele jaar al geroepen. Ja, daarom. Dus realistische trainer. Ja. Ik vind hem leuk overkomen. Ja, ik vind hem leuk overkomen. Ook wel emotioneel af en toe. Hij is ook af en toe emotioneel, maar begint niet te huilen na een nederlaag. MUZIEK